In 2002 zitten Porsche vriend en vijand te kijken. Dat met de lancering van de Cayenne. Een onnoemelijk succes van deze SUV. Nu, dit jaar, in 2020, wil Porsche dat nog eens doen. Dit keer met de Taycan. Geen SUV, wel een volledig elektrische sedan. Elektrische auto's gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de samenleving en ook dat weten ze bij Porsche. Alleen wilde de Duitse autobouwer geen halfbakken EV op de markt brengen. Nee, de eerste elektrische Porsche moest de Porsche onder de elektrische auto's worden. En daarvoor gaf het Duitse merk haar pintere ingenieurs bijna een decennium de tijd om met deze geweldige auto op de proppen te komen. Een imposante sedan die meer uit 2050 dan uit 2020 lijkt te komen. Het design laat zich dan ook heftig inspireren op de conceptwagen, de Mission E van Porsche. Met buitenaardse lijnen en opvallend clean design als gevolg. Dus is het niet toevallig dat deze geweldige wagen is getekend door dezelfde man als de 918 Spider Supercar. Ook binnenin verzet de Taycan bakens van het Porsche-gamma. De afwerking is absoluut foutloos en ook het dashboard is een festijn van digitale schermpjes. Toch voel je je hier als Porsche-eigenaar meteen thuis. Want het DNA van het sportwagenmerk sijpelt door elke stiknaad. En dat DNA kom je ook tegen in de aandrijflijn. Dankzij twee elektromotoren is de Taycan in zijn basisversie, de 4S, al 530 pk sterk. De strafste Turbo S die krijgt dan weer de beschikking over maar liefst 761 pk en 1050 Nm koppel. Ja, absoluut beestige cijfers zonder ook maar 1 gram CO2 de lucht in te blazen. En dat tot wel 412 km lang op één lading. Met dank aan een batterij van 93 kWh. De Taycan is dus bloedmooi, bloedsnel en niet onbelangrijk, volledig aftrekbaar. Want dankzij de elektrische aandrijving is deze sedan uitermate geschikt voor de zakelijke rijder die voordien aanklopte bij de Cayenne plug-in.